Tijdelijke beslissing, maar noodzakelijk, zegt hij. Overigens, John Heitinga neemt voorlopig de honneurs waar. En zal ook zondag op de bank zitten. Dat is inmiddels wel duidelijk. Het feit dat je het gelijk na de wedstrijd doet, voorkomt dat misschien wat jij zegt? Nou, ik had dan vandaag verwacht. Maar ja, dan ga je met z'n allen op de toneelstukje oplopen. Normaliter kom je de volgende dag op de club en dan bij een kop koffie. En dan deel je dat mede, dat het hier stopt. Alleen nu was het best wel ad hoc na de wedstrijd. En ja, weet je, wanneer je het wil doen, het is nooit goed. Een trainer ontslaan is altijd kloten. En wat je vandaag ook overal waar je kwam hoorde, was het woord onvermijdelijk. Ja. En dat was het ook. De resultaten waren slecht. Er was totaal geen progressie. Je zag meer irritatie. Het gezicht van Bergwijn gisteren op de bank sprak echt boekdelen. En er zat gewoon totaal geen zelfvertrouwen meer in het team. En dan moet je als leiding een beslissing nemen. En of je dat dan dezelfde avond misschien om de boel buiten rustig te krijgen. Dat kan ook. Nou ja, of dat je de volgende. Het feit dat er al met één druk op de knop het persbericht naar buiten kwam, zo snel na de wedstrijd, geeft ook al aan dat er al voor de wedstrijd over nagedacht is, lijkt mij. Nou, dat wilde ik net zeggen. Zij hebben niet meer de macht, de directeuren, ook Edwin van der Sar niet, om zelf na afloop te zeggen van 1-1 tegen Volendam. We gaan je ontslaan. Dat moet hij met de RVC kortsluiten. Want er moet alles kortgesloten worden voor transfers. Wat voor zaken dan ook met de RVC. Dus één ding is 100% duidelijk. Ja. Er is de afgelopen dagen al lang gesproken over scenario ontslag. Stel dat het. Ja. Maar stel nou dat iemand een van die kansen die ze in de slotfase nog wel kregen tegen Volendam. Dat even die ballen toch was in. Maar dan ook nog had je hem moeten ontslaan. Het spel, en daar gaat het om. En dat was ook een van de pijlers die Van der Sar zei. Het spel en de spelvreugde waar Ajax voor staat, dat zag je totaal niet meer terug. Of het nou was Feyenoord de eerste helft, of je wordt tegen Twente van het kastje naar de muur gestuurd in de eigen arena, of tegen Volendam, die amper overwinningen hebben, die je gewoon niet met de rug tegen de muur kan zetten. En dat je daar gewoon een 6-0 overwinning boekt. Want 6-0, 5-0, zo'n soort uitslag had de boel nog enigszins kunnen sussen. Maar dat er al afgesproken werd in de vijfde minuut en het hele stadion, hè? Ja, de supporters waren er inderdaad al wel langere tijd ook klaar mee wat dat betreft. Dat was wel helder. Ja, dat was duidelijk. En dat is natuurlijk heel, heel pijnlijk. Heeft het dan ook te lang doorgeëtterd? Nou ja, daar kan je dus over twisten. Kijk, ze hebben natuurlijk meerdere vergaderingen en ook de spelersgroep heeft onderling gesproken. Je had kunnen zeggen, hadden ze het niet voor het WK moeten doen, want toen waren de resultaten, de 6-1 blamage tegen Napoli, Die kwam echt heel hard aan. En dat je eigenlijk voor de Europa League door moet. En het spel in de competitie was ook nog niet stijgende. Een fantastisch begin, maar toen is hij gaan schuiven met een heleboel spelers. En ik denk, en dat kan je oprecht denk ik ook wel zeggen, om een aantal spelers te beschermen. Uh-huh. En dat heeft een negatieve uitwerking gehad. En dan is het op een gegeven moment klaar. Ja. Nou, er werd net gevraagd heb jij hem genoeg gesteund? Ja. Dat moet je aan Schreuder vragen, maar daar heeft Schreuder zich al over uitgesproken. Dat vond hij niet? Dat vond hij helemaal niet. Nee. Dat was volgens mij op de persconferentie dat hij zo explosief was na Excelsior. Dat zijn zomaar die. Nee, ik heb te weinig steun. Jullie hebben Edwin van der Sar gisteravond gezien. Vinden jullie dat hij meer naar buiten had moeten treden en meer op de voorgrond had moeten treden? Geen idee. Ik weet niet hoe de lijnen en wie welke functie en wie welke rol heeft. Ik denk dat Edwin van der Sar zeker de spokesman is van de club. Maar ook als je kijkt naar zijn manier van presenteren, zeg maar? Nou ja, ik denk dat Schreuder toen, dat hij zich niet gesteund voelde, had Ajax, of het nou Hamstra, Huntelaar of Van der Sar is, had moeten aangeven, we hebben meer spelers verkocht dan dat in het begin de afspraak is. Ja. Maar er zijn gewoon aan het begin zijn er al best wel redelijk wat grote fouten gemaakt. En dan kun je tot in details treden. Maar als jij spelers aantrekt met een bevriende zaakwaarnemer of de zaakwaarnemer van de trainer, krijg je natuurlijk wel belangenverstrengeling. Plus het feit dat de spelers die aangetrokken zijn, moet je wel heel erg goed kijken. Passen die in het spel of in het systeem zoals Ajax dat wil spelen of zoals de trainer dat wil maar spelen? Maar Pascal, daar gaan we het zo nog even over hebben. Hij heeft nul ruggensteun gehad. Ja. Toen Erik ten Hag kwam, was het in eerste instantie, toen het niet helemaal lekker liep, was het een Tukkerse knauwer, wat schandalig was. Toen het goed ging, was het werk van Schreuder, niet van ten Hag, en de aankopen van Overmars. Maar die Overmars die heeft voor hem gestaan, toen hij het moeilijk had, heeft naast hem gestaan, heeft achter hem gestaan.
Er heeft niemand voor Schreuder gestaan, er heeft niemand na Schreuder gestaan, niemand achter Schreuder gestaan. Dat ben ik met je eens, maar je kan toch ook wel stellen dat het spel onder Ten Hag, en ik hou niet van vergelijk, maar het spel onder Ten Hag was vaak de eerste maanden was hij aan het fine-tunen. Ja. Spelers aan het proberen op bepaalde posities. De ene keer was het Masrowi die aan de binnenkant. Maar hij was aan het fine-tunen. En na twee maanden was hij heel duidelijk naar de hele selectie toe. Iedereen wist, dit zijn de basis 11 en nummer 12, 13, 14, ja. die zullen ja. moeten strijden. Maar in die eerste twee maanden heeft hij wel volledige dekking gevoeld. Nou ja, okay, precies, die dekking heeft hij gehad. En hij had ook betere spelers, meer kwaliteit. Ja. Dus Alfred is niet alles aan te rekenen, maar er zijn wel facetten in dit ontslag die hem zelf wel aantrekken. Zoals het wel vaak in dit soort gevallen is. In nou, ja, een samenspel van factoren. Als ik één facet mag noemen, wat ja, aantrekken. Ja, nee, doe maar. Komen we zo nog wel even op. Laten we eerst even naar Milan van Dongen gaan. Want die staat in Amsterdam. Milan, je bent al de hele dag eigenlijk in Amsterdam. Ja, zoals gezegd aan het begin van de uitzending. Het is de day after. De bom, de vulkaan is ontploft. Vulkaan tot uitbarsting gekomen. Hoe is de sfeer nu binnen Ajax? Wat is de stemming? Ja, goedenavond. Ja, de stemming is vooral dat de problemen nog niet opgelost zijn met het vertrek van Alfred Schreuder. Want wat Hans net zojuist benoemde, Erik ten Hag heeft natuurlijk een verschrikkelijk eerste half jaar gehad bij Ajax achter mij. Stonden de supporters van Ajax gewoon de bus op te wachten, hè, na het 3-0 verlies bij PSV. Ik kreeg Hakim Ziyech zelfs nog een deal van supporters. Maar toen was er duidelijke steun vanuit de clubleiding. Mark Overmars ging achter Erik ten Hag staan en zei: nee, jij bent gewoon de trainer. We geven je Blind en Tadić en met jou gaan we het doen komend seizoen. Nou ja, de rest is geschiedenis. Het memorabele Champions League seizoen volgde. En dat is precies wat Alfred Schreuder heeft gemist bij Ajax. Er is eigenlijk op voetbaltechnisch gebied is Ajax een stuurloze schip. Ja. Want Danny Blind is al een tijdje weg uit de RVC als technische man. En ook de technisch directeurfunctie van Mark Overmars is nooit ingevuld. Tuurlijk, Hamstra en Huntelaar zitten daar, maar die hebben niet de status van directeur. En moeten bij elke kleine beslissing die ze nemen langs bij Edwin van der Sar. Daardoor hebben ze eigenlijk ook nooit het volledige vertrouwen gekregen van de clubleiding. En dan zit je dus met twee technisch managers die niet een volledige status hebben, die dus eigenlijk ook niet Alfred Schreuder volledig kunnen steunen. En daardoor is Alfred Schreuder een beetje komen zwemmen. Ja, en natuurlijk de situatie met Daley Blind, hoe die dat heeft opgelost. Dat heeft eigenlijk ook niet heel erg bijgedragen aan zijn status. Nee. En daarmee is ook met name bij de supporters is toen ook wel een trend ingezet waarin Schreuder steeds minder populair werd. En dat kwam gisteren tot eigenlijk die vulkaanuitbarsting in de vijfde minuut. En toen zal de clubleiding ook wel hebben ingezien dat het eigenlijk niet zo verder kon. Nee, maar, en dan is de grote vraag, ik benoemde het al. Oh, ja. Sorry, ja, zeg maar. Nee, ja, goed, op het veld was het uiteindelijk inderdaad ook niet goed. Dus daar ligt natuurlijk een probleem. Maar dat ligt ook binnen de organisatie, zoals je aangeeft. Maar wat heeft dan nu prioriteit? Want er zit dus geen voetbalman in die raad van commissarissen. Er is geen echte technisch directeur. En er moet een nieuwe trainer komen. Ja. Ja, nee, zeker. Dus dat is eigenlijk heel veel problemen op technisch gebied. Ik ben vandaag ook langs geweest bij Kee Molenaar, Kenneth Perez. Die zeggen eigenlijk, logische volgorde ze zijn, technische man RVC, die stelt samen met Van der Sar een technisch directeur aan. En vervolgens ga je kijken naar een trainer. Want als je nu een nieuwe trainer benadert, dan is de eerste vraag die gesteld wordt natuurlijk: ja, maar wie is mijn technisch directeur? Met wie kan ik sparren op? Wie kan ik bouwen? Wie gaat het vertrouwen in mij houden? Ja, dan moet Edwin van der Sar het antwoord schuldig blijven. Want er is geen technisch directeur. Laat staan ook nog een technische man in de RVC. En gisteren werd die vraag natuurlijk ook aan Edwin van der Sar gesteld. Ja, en die zei inderdaad ook wel dat het op voetbaltechnisch gebied bij Ajax nu niet altijd even duidelijk is. Nee, dat is een goede vraag inderdaad. Dat is inderdaad, op dit moment zitten we inderdaad in een vacuüm inderdaad. Hè, met geen RVC voetbalman. De DD-functie die ingevuld wordt door Klaas-Jan en Gerry. En mijzelf op dat aspect. Maar we zijn inderdaad bezig met inderdaad de juiste opvolging te zorgen voor de groep. En dat daar inderdaad een kwaliteit impuls ook in komt. Ja, maar je zegt dus van we weten nog niet welke volgorde je gaat nu geen TD vinden en een RFC-man op in 10 uur. Nee, dat is ook wel de praktijk inderdaad natuurlijk. Dat zal toch iets meer tijd vergen om daar de geschikte mensen voor te vinden. En de club moet door. Zondag wacht alweer een wedstrijd. De opvolgers, de namen vliegen je om de oren. Nou, kom maar met de opvolger, Milan. Ja, nou ja, de eerste opvolger is dus John Heitinga. Overigens wel opvallend de gang van zaken vandaag. Want rond een uur of 3-4 publiceerde Ajax een persbericht waarin een filmpje werd getoond van de training vandaag, waarin John Heitinga die leidde. Daarin werd gezegd: het is op dit moment nog niet bekend wie er zondag op de bank zit bij Ajax 1. Dat impliceerde dat ze natuurlijk bezig zijn met een permanente opvolger. Misschien wel tot het einde van het seizoen of misschien wel voor 2-3 jaar.
Om vervolgens 2,5 uur later, rond de klok van 6:30 zojuist, te zeggen: John Heitinga zit zondag op de bank bij Ajax 1. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook al opvallend, hè, dat het in 2-3 uur verandert. Ja, er is iemand dus afgehaakt. Kennelijk aan het eind van de middag. Wat zei je, Pascal? Of er is iemand afgehaakt. Nou ja, precies. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus dat ze bezig waren met een definitieve opvolger. Maar dat ze in ieder geval of die is afgehaakt, of in ieder geval vandaag nog niet kunnen zeggen van dat wordt onze opvolger. En misschien heeft er wel een situatie voor gedaan, inderdaad, zoals ik net schetste. Dat een potentiële nieuwe kandidaat heeft gezegd: ja, maar hoe gaat dat dan op technisch vlak? Hoe zit de technische leiding in elkaar? En als Ajax daar op dit moment geen duidelijk antwoord op kan geven, ja, dan ga je misschien toch twijfelen als nieuwe trainer. Ja, en het lijstje met opvolgers is op zich. Ja, op nummer 1 staat natuurlijk Peter Bos. Die is vrij, kent Ajax. Alleen, ja, die heeft nog wel wat op te lossen met Edwin van der Sar. Want die zijn niet op een hele goede manier uit elkaar gegaan na de Europa League finale. Ja, Louis van Gaal is natuurlijk altijd een optie. Zou natuurlijk schitterend zijn als hij het tot het einde van het seizoen doet. Maar ja, die heeft, Pascal, je hebt het meegemaakt in Qatar. Die heeft eigenlijk gezegd, ik doe het alleen voor een land. Ja. Kenneth kwam vandaag met Kasper Hjulmand, de bondscoach van Denemarken. Die geen goed WK heeft gedraaid, maar in principe natuurlijk wel een goede trainer is. Hij noemde zelfs nog Solskjaer. Ja, je zou aan Tuchel kunnen denken, Luis Enrique. Noem het allemaal maar op. Maar het lijkt toch wel dat Peter Bos kandidaat nummer 1 is. Nou wil het toeval, Hans, dat hij een paar weken geleden bij ons zat. En ja, die vond dat ik een nogal asociale vraag stelde. Maar ja, het was toch wel een relevante vraag. Dat blijkt vandaag nog maar weer eens. Hoe hij zou reageren of hoe hij open zou staan voor een eventueel hoofdtrainerschap bij Ajax. Ik reed hier naartoe en toen zei ik tegen mijn vrouw van, als ik die vraag krijg, ga ik zeggen dat ik het een asociale vraag vind. Ja. Nou, ik zou die woorden niet gebruiken. Maar ik vind nou ben jij aan de beurt. Inderdaad, want daarom leid ik hem zo in, omdat iedereen heeft die gedachten natuurlijk. Dat snap je ook. Jawel, maar ja, ik vind het gewoon die vraag. Stel dat ik nu naar televisie zit te kijken en een collega zit daar aan tafel. Want Alfred is voor mij meer dan een collega. Ik heb met die jongen samen gevoetbald bij Feyenoord. Precies. Maar ook bij NAC. Dus die vraag moet je aan mij absoluut niet stellen. Nee, dus dat snap ik. Maar ik snap wel dat iedereen dat natuurlijk denkt. En dat begrijp je denk ik ook wel, toch? Ik denk dat Peter nee gaat zeggen. Nee. Maar ik ben niet achterlijk natuurlijk, snap ik dat wel. Ja. Maar die vraag moet je mij niet stellen. Want nee, dat vind ik gewoon niet netjes en niet doen. Nee, hij snapt het uiteindelijk wel. Milan, dank je wel. Toen was het misschien nog niet concreet aan de orde, maar nu inderdaad wel. Dus het was niet eens zo'n hele onterechte vraag. Goeie vraag, Milan. Dank je wel, anders had ik hem 3 seconden later gesteld. Kom jij niet even ik goed, offerde me een keertje op, Hans. Ik zo is het. Deze ene keer haalde ik een keer de kastanjes uit het vuur. Nee, als je deze vragen niet, als je niet gediend bent van deze vragen, dan moet je eigenlijk niet komen. Nee. We waren blij dat hij er was, maar dan, je weet dat die gesteld worden.